Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik jullie meenemen in mijn gastles. Elke maandag heb ik een gastles. Ik vind het persoonlijk heel erg leuk, omdat je dan steeds van een andere educator les krijgt. En van iedereen krijg je weer andere inspiratie. Ik heb gekozen om bij deze gastles te filmen, omdat ik Marije's gastlessen echt super leuk vind. Marije is heel erg bezig met het kleuren, dus vooral heel creatief met kleurtjes bezig zijn. Dat wil ik dus echt heel graag ook aan jullie laten zien. Ik ging vandaag een peekaboo maken. Dat is de kleur onderop. Dus eigenlijk als je haar dan omhoog doet, dat je het dan pas ziet. En als je het haar naar beneden doet, dat je dan eigenlijk niet echt ziet dat daar kleurtjes zijn. Ik vond dit persoonlijk een hele andere gastles dan normaal. Je ging echt super creatief zijn met kleurtjes. Zelf ben ik vaak wel wat veiliger met kleurtjes. Ook heb ik echt veel hulp gekregen van Marije. Dus dat is ook heel erg fijn. Ik denk dat ik bij een gastles dat ook wel fijn vind. Dat ze echt goed naar je gaan kijken waar zij dus gespecialiseerd in zijn. Dus vond ik het ook wel minder eng om nu de uitdaging te nemen om uit mijn comfortzone te stappen. Dus heel veel plezier met kijken. Ik vind het persoonlijk echt een hele leuke vlog geworden. Dus ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vinden. They say into your own. De kleurtjes die ik ga gebruiken. Dit zijn eerst de donkere kleuren. En die gaan vooral bij de aanzet. Of een beetje bij de lengtes. En dan in de punten echt meer de wat lichtere kleurtjes. Zodat die mooi overloopt van donker naar licht. Roxanne heb ik met Colorfest Create gewerkt en ik heb 4 verschillende kleuren gebruikt en dit is het tussenresultaat. Dit zijn de kleurtjes die ik op de aanzet ga zetten. Hij mag eventjes net iets grijzer en de onderkant wordt dan met de gekleurde plukjes. Ik ga zo weer terug naar Hilversum. Ik moest vandaag mijn les inhalen omdat ik die in Amsterdam vandaag niet kon volgen. Dus vandaar dat ik vandaag een dagje in Arnhem was. Ook leuk om voor jullie te zien hoe de Academy op Arnhem eruit ziet. Ik word zo opgehaald om naar het station gebracht te worden en dan ga ik weer terug naar Hilversum. Yes!
Ik ga zo naar Utrecht met mijn vriendje, dus ik neem jullie vandaag weer mee. Ik heb al mijn haar gedaan, ik heb mijn make-up ook al op. Ik ga jullie zo nog even mijn outfit laten zien en dan neem ik jullie mee naar Utrecht. Mijn tasje is van de Bershka. Mijn trui is van de Urban Outfitters. Mijn broek is van de Bernie Melville. Het is een beetje zo'n gargoyle pants. Ik vind hem zelf echt super leuk. En mijn schoenen zijn van Dr. Martens. Het zijn die met die plateau. Daar ben ik echt heel erg blij mee, want die heb ik net nieuw. Dus dat is mijn outfit. Gaat u mee? We zijn in Utrecht. Ja. Ja. En we gaan even naar de Zara. Over there. Wow, die meelkakte. Ja, de meel. Yes, boy. Eigenlijk meer een vintage winkeltje. En mijn vriendje gaat deze broeken even passen. Maar we moeten nog wachten tot deze vrijkomt.